werken bij PostNL vind ik heel erg leuk. Met name de flexibiliteit die ik heb in tijdsindeling en de dagen dat ik kan werken. De werkvloer is echt top bij transport, vind ik zelf. We hebben een heel leuk team, leuke chauffeurs. Of het nu een eigen chauffeur is of een uitzendkracht. Drempels kennen wij bij ons niet, zeggen we altijd. Het allerleukste aan mijn functie vind ik wel de mate van vrijheid die ik heb. Het contact met mensen laden en lossen, maar ook bij klanten waar ik kom. En het werken met goed materiaal. Heel erg prettig. Veel arbeidsvreugde. Ik rij nu op een zondag omdat het mij heel erg goed uitkomt. En dat is heel prettig dat dat kan. De band met de collega's is echt top. Of het nu op kantoor is of mijn collega's in de auto, van control room. We zijn eigenlijk gewoon één grote familie, zo zie ik dat. De deur staat altijd open voor een kopje koffie of wat dan ook. De voordeel om bij Randstad te werken is voor mij dat ik flexibel kan zijn en op kan geven wanneer ik beschikbaar ben. En wanneer ik eventueel vakantie wil hebben. En daar hou ik van, want ik doe naast mijn werk toch nog andere dingen. Dus dat komt heel erg goed uit. De tips die ik voor nieuwe collega's heb is, probeer het in ieder geval om te komen rijden. Het is prettig werken, zou de rekening met je persoonlijke wensen. Fysiek niet zwaar, dus je kunt het ook heel lang volhouden. Ik zou mensen aanraden om als chauffeur te komen werken bij PostNL. Omdat je in ieder geval altijd in je eigen bed slaapt, dus er zijn geen overnachtingen. Je staat 24 eigenlijk altijd in verbinding met onze control room. Dus mochten er problemen onderweg zijn of bij klanten, kun je die altijd bereiken. Dus al zijn wij niet op kantoor, kun je toch hun bellen. En we hebben een goed onderhouden wagenpark. Wij hebben dan ook regelmatig dat de contactpersoon van Randstad bij ons op kantoor komt voor gezellig even een praatje, een koffietje. Alle kandidaten worden dan ook weer besproken en regelmatig ook nieuwe medewerkers die we aangeboden krijgen. Dus hele korte lijntjes, dus dat gaat echt top. Randstad, dat werkt beter.